Onlangs vond de parade plaats in Brunssum. Dansgroepen uit alle delen van de wereld gaven optredens voor duizenden bezoekers. Maar ook in Brunssum zelf is de danscultuur springlevend. Dat bewijzen de jonge dansers van Potlasje. Zang- en dansvereniging Potlasje trad tijdens het paradeweekend op verschillende plekken in Brunssum op en liet zo de bezoekers kennismaken met de Poolse cultuur. Jasmin en Eline zijn twee jonge dansers van Potlasje. Maar wat vinden zij nu zo leuk aan dansen? Dat je met elkaar bent. Ja, dat je met elkaar bent inderdaad. En je bent in beweging. Ja, je zit in een vereniging en dan leer je ook meer mensen. Het doorgeven van de rijke danscultuur is een belangrijke opdracht voor Potlasje, zegt Patricia Mendel. Wij vinden het gewoon heel mooi om dit naar voren te brengen en te laten zien hoe kleurrijk het is, hoeveel verschillende kostuums je hebt en dat te vertellen. En dat is gewoon heel mooi. Het is ook heel afwisselend. Je hebt dansen wat eigenlijk loopdansen zijn en je hebt hele vlotte polka's. Dus het heeft gewoon een hele grote afwisseling wat heel mooi is om te laten zien. Klederdracht speelt een belangrijke rol bij folklore. Dat is bij Potlasje niet anders. Ik heb vandaag Krakowiak aan. Dat is uit Krakau het meest bekende en authentieke kostuum. In deze kostuum mag je ook alle dansen doen, want je hebt natuurlijk per streek heb je een eigen kostuum. Ik vind dit pakje wel leuk, alleen het is wel erg warm. Ja, inderdaad, in deze zonnige dagen is het wel heel warm. Patricia is blij dat ze zich tijdens de parade kunnen laten zien. Ik vind het geweldig dat wij als Potlasje ook dit jaar weer mee mogen helpen bij de parade. En het leuke is dat je gewoon allerlei andere landen ook ziet, hè. Gezamenlijk met alle landen. Ja, samen dingen doen, dat is gewoon heel mooi. Lijkt het je leuk om mee te dansen of zingen? Kijk dan op www.potlasje.nl. Bij Potlasje is elk kind welkom, want met Potlasje is het altijd een beetje parade in Brunssum.